welkom bij een nieuwe vlog op Totally Too. Ik heb mij net klaargemaakt, of ja, klaargemaakt. Ik heb een beetje schmink op gedaan. Maar ik ben in mijn jogging en mijn haar in een staart. Geert ook, daarachter. Ook in zijn jogging. Dus wij gaan naar Céline en Nick. Wij gaan vanavond lekker eten bij Céline. Allee, Céline gaat koken. En dan gaan we een beetje brainstormen en gewoon van alle werkdingen nog doen en zo. Ik ben nu aangekomen bij Céline. Céline is nog altijd fout. Céline was nog een mailtje aan het doen. En aan het kijken naar de comments, want ons e-book is maandag online gekomen. Dus als jullie deze vlog zien, is dat van maandag. Ja. Wat zit je trouwens aan het drinken? Wat doe je drinken? Het ziet er heel raar uit. Ja, waarschijnlijk fitty. Ja. Maar het ziet er zo gek uit. Mooi, hè? Ah. En ik heb mijn blauwe pesjes. Oh, die zijn zo naar boven gezet. Hier ziet je zo'n beetje. Ah ja, ik zie ze. En zit er ook fitty in? Ja, er zit. Wacht, ik ga kijken, ik ga hem in de keuken. Oh, is lekker warm. En hier zit de thee in het midden. En hier zitten blauwe besjes. Deze heb ik erin gedaan. Tadaa! Dit is Inner Beauty Tea. Ah. En daar zit in heel veel weer. Venkel. Ah, dat is wat ik zo lekker vind eraan. Venkel? Ja. Ik drink ook graag venkel thee. Ja, dat is lekker. Ja. En dit helpt voor je huid trouwens. Ah, oké. En voor energie. Maar dat vind ik wel tof voor de huid. Ik ook eens proberen, precies. Ja. Want die heb ik nog niet... Oei, ik heb te hard geschud. Oh nee, die was open en ik heb mijn fles geschud. Sorry. En die moet ik ook eens proberen dan, want die heb ik al nog niet. Ja, die is pas nieuw. Is hem ook lekker? Ja, die is heel lekker. Beetje zoet zo, maar dat drink ik wel graag. Die gaan we ook eens testen. Ja, ik heb trouwens weer een code. Wij hebben weer een code. Oké. Zo kan ik mijne ook met code kopen. En de code is TOTALLY2 voor 15% korting op alle producten op www.fitty.eu. Dus dan kunnen jullie weer eens gaan kijken. Ik vind het wel echt een mooie. Ja, ik vind het ook mooi. Dat is echt een mooie fles. En zo curly ook wel een beetje. Dat is zo, en niet van glas, want die andere flessen zijn allemaal van glas. Deze zijn veiliger voor ons. Ja, inderdaad. Want één fles heb ik al kapot gemaakt. Oh. Allee, ik heb die niet kapot gemaakt, iemand anders. Ja. Spijtig. En Milka is hier ook. Hé Milka, dat ziet er lekker uit, hè? En Céline en Nick misschien ook, dat weet ik niet. Wat, hebben hun best gedaan. Ah ja. De hapjes. Nick ook? Ja. Oh. Echt? Oh, amai. Zeg, dank je, hè. Hé, kom eens iets zeggen tegen Totally Too kijkers. Hé? Mijn vriendinneke. Hm? Cutie patootie. Mijn cutie patootie. Met uw tong, met uw lange tong. Ik ben hier trouwens gebeten door een pissebed. Stelt niet scherp. Aha, voilà. Ik ben gebeten door een... Nee, hoe noemt dat? Bedwans. Dus op de camera ziet dat er nog slechter uit. Een bedwans. Ja, op de camera ziet dat er wel viezer uit. Inderdaad. We drinken Icy Pesh. Yummy. De mannen, wat drinken jullie? Een Lachouf. Lachouf? Ah, ken ik niet precies. Milka, speel maar. Waar is Geert? Kleintje. Cutie. Oh ja. Heeft energie, hè? En Nick is een chin aan het maken. Ah! Hey. Milka komt echt overal. Wat gok je in tonic? Ja, yes please. En hier is Céline naar eten. Kijk, lekker.
Zo voel ik mij nu. Mm-hmm. Echt zo lelijk. Maar ja, oké. Wij gaan naar huis. Het is ondertussen al 11 uur. Ja, 11 uur. Echt waar. We zijn wel moe. En Geertje ook, oh garm. Ja, Geertje en Nikje. Nikje en Geertje. Maar Geertje blijft hier slapen, denk ik. Ben ik. Ja. Ik stel met u mee naar huis. Dat is goed. Nee, het was echt heel... Eindelijk rust. Maar het was heel gezellig. Ja, het was echt een heel gezellige avond. Ook productief. Ja. We hebben ook echt goed voor het werk wat gedaan en gebrainstormd. Dus dat is wel leuk. Mm-hmm. En ja, nu gaan we naar huis en slapen. Boeiende praat. Moe, echt, hè? Oh. Hopelijk vonden jullie deze vlog toch een beetje leuk om te zien wat we zo doen samen. Doe zeker dat. We zitten nu. Mm-hmm. Nu gaan we dat zo doen. Oké. En hopelijk vonden jullie het leuk, ons nieuws over het e-book. Want maandag die gaat komen, komt ons e-book uit. Spannend. En vorige maandag hebben we ons nieuws uitgebracht. Ja. Eindelijk na zoveel maanden te moeten zwijgen en te moeten spreken over ons projectje. Ons projectje, hebben we het dan toch kunnen zeggen. Er is nog een ons projectje, maar dat is nog voor later. Ja, inderdaad. Maar oké, dus we zien jullie dan volgende keer weer. Volgende week, hè? Ja. Ja. Tot volgende week. Dag. Bye bye.